Zo, welkom in de infosessie van de Master Milieuwetenschap. Ik ga jullie nu kort toelichten waarover deze master gaat en waarom je deze zou willen studeren. Hiervoor hebben we een aantal slides voorbereid. De master Milieuwetenschap gaat over milieu en duurzame ontwikkeling. Nu is dat een zeer actueel thema. Je ziet het momenteel overal terugkomen, zowel op nationaal vlak als op internationaal vlak. Denk bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar ook op Europees niveau, of de Europese Green Deal die recent gelanceerd is. En bijvoorbeeld ook op Vlaams niveau. Denk je bijvoorbeeld aan de Blue Deal van minister Demir, hè? Van minister Joël Demir. Hè? Dus dat gaat allemaal in de sfeer van milieu en duurzame ontwikkeling, wat aangeeft dat het zeer actueel is. Er is ook zeer veel acties die momenteel ondernomen worden, maar er is ook zeer veel werk aan de winkel. Als je denkt bijvoorbeeld ook aan de krant, zijn er momenteel heel veel artikelen en in de scope van de agenda 2030. Dus zijn dat de thema's waar je meer over wil te weten komen? Bijvoorbeeld, hoe past die agenda 2030 nu in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Of wil je meer weten over milieuproblemen zoals de klimaatverandering, maar ook recent denk aan heel de stikstofproblematiek? Dan zit je qua thema helemaal in de scope van deze master milieuwetenschap. Oké, en belangrijk hierbij is dat we daar een wetenschappelijke benadering hebben. We gaan de wetenschappelijke achtergrond bekijken van die milieuproblemen en die aspecten van duurzame ontwikkeling. En wat is dan het grote verschil met andere masteropleidingen die toch ook in deze sfeer zitten, is dat de master milieuwetenschap je gaat opleiden tot een milieugeneralist. En wat bedoelen we daarbij? Je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen de specialisten en de generalisten. De specialisten zijn bijvoorbeeld, denk aan een bio-ingenieur die heel specifiek een probleem rond luchtkwaliteit of een technologie daar rond gaat ontwikkelen om lucht te gaan zuiveren. En dat is heel nauwgezet en specifiek. Een milieugeneralist is iemand die een vogelperspectief heeft over het hele domein. Je zal dus een heel breed begrip krijgen van milieu en duurzame ontwikkeling. En een groot overzicht over het hele domein en de hele problematiek. En belangrijk hierbij is dat we daar verschillende disciplines bij aan bod laten komen. En dat is wat we bedoelen met gecombineerd studiegebied wetenschappen, sociale wetenschappen. Dat wil eigenlijk zeggen dat er vakken in de opleiding aan bod komen die uit verschillende disciplines komen. Ik geef een voorbeeld. Het kan, zoals je net Ilse al gehoord heeft, hè, zij heeft een achtergrond in sociale wetenschappen en zij geeft het vak milieubeleid. Er zijn ook vakken die meer uit het domein wetenschap komen. Denk daarbij aan het vak ecosysteembeheer, dat ingegeven is vanuit het studiegebied biologie. Dus je gaat een brede kijk krijgen en je komt in contact met die verschillende wetenschapsgebieden. Dus je gaat breed kijken en kennis over wetenschapsgebieden combineren. En daarbij zeggen we dat deze opleiding een verdieping in de verbreding is. En wat bedoelen we daar juist mee? Dus in tegenstelling tot je gaan verdiepen in een heel specifieke milieutechnologie, ga je net gaan verbreden. Ga je dat vogelperspectief gaan ontwikkelen. Vandaar dat we spreken over verdiepen in de verbreding. En nog even.
even kort herhalen dat we de opleiding organiseren vanuit het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling, ofwel in het kort het IMDO. En het IMDO is een instituut van de Universiteit Antwerpen die de expertise uit verschillende wetenschapsgebieden, ik heb bijvoorbeeld de sociale wetenschappen al genoemd, ik heb de natuurwetenschappen genoemd, maar denk ook aan economie, aan rechten, industriële wetenschappen enzovoort. Wij gaan die expertise gaan bundelen, gaan samenbrengen voor onderwijs, maar ook voor onderzoek. En de Master Milieuwetenschap wordt reeds aangeboden sinds 1992. Hè. Dus dat wil zeggen dat ons instituut heel veel in de onderzoekers, de docenten, heel veel expertise hebben in milieu en duurzaamheid. En dit ook... en bovendien door die bruggen te maken tussen de verschillende disciplines. Oké, de doelstellingen van de opleiding, kort aangehaald hier. Die brede kijk op het veld, ik denk dat ik dat duidelijk heb uitgelegd. Denk aan dat vogelperspectief. Jij bent eigenlijk, dus jullie gaan generalisten worden en die zijn zeer belangrijk. De specialisten zijn noodzakelijk, maar de generalisten ook. Want denk later aan een toekomstige job. Die milieuproblemen kunnen alleen maar opgelost worden als de verschillende specialisten met elkaar gaan samenwerken. Dus er moet toch iemand zijn die de taal van de verschillende disciplines spreekt om samenwerking te bevorderen en om die manier goede oplossingen te kunnen uitwerken. Dus die generalisten, die zijn absoluut noodzakelijk, ook in het beroepsveld. Het is een interdisciplinair programma. Eigenlijk heb ik dat ook al kort uitgelegd, maar interdisciplinair wil zeggen die verschillende wetenschapsdomeinen, die gaan we samenzetten in een programma en we gaan die ook verweven. Dus je hebt multidisciplinair, wil zeggen we werken met verschillende disciplines. Maar als je interdisciplinair werkt, wil je ook zeggen dat er is interactie. We gaan verweven van de disciplines waarbij je dat wel degelijk aan bod zal zien komen in bepaalde specifieke vakken en specifieke opdrachten. Maar niet alleen het programma is interdisciplinair, ook de studentengroep. En dat maakt het net zo boeiend. De achtergrond, de instroom van studenten is zeer divers. Het kan zijn dat er iemand is die eerder een bachelor behaalde in bijvoorbeeld bio-ingenieurswetenschap, maar het kan ook iemand zijn die reeds een master behaalde in, ik geef een voorbeeld, sociale wetenschappen. Of het kan ook iemand zijn die eerder een professionele bachelor behaalde, het schakelprogramma volgde en zo nu ook samen met jou die master volgt. Dat maakt het eigenlijk net boeiend. Want dat wil ook zeggen dat jullie allemaal een heel verschillende bagage, al een heel verschillende kennis reeds meedragen. En als jullie samen gaan werken in een groep, kan je ook rekenen op die kennis, op die verschillende expertise die je reeds hebt opgebouwd. En je kunt ook heel veel leren van elkaar. Daar komt ook nog eens bij dat er behoorlijk wat werkstudenten zijn in deze opleiding. Dus die brengen niet alleen hun ervaring van een vorige studie mee, maar ook de ervaring die ze al opgebouwd hebben in hun job. Dus je leert niet alleen van de docenten, maar je leert ook echt van elkaar. En zo bouw je, dus die interdisciplinaire skills, bouw je niet alleen op in de vakken, maar ook door echt samen te werken met je studiegenoten. En we voorzien dan natuurlijk ook vakken of voldoende opdrachten om die skills te gaan ontwikkelen. En hier spreken we ook van geïntegreerde benadering van milieu en duurzame ontwikkeling. Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat we specifiek vakken aanbieden waarbij je die skills leert ontwikkelen, waarbij je kennis uit de verschillende vakken die uit verschillende disciplines komen, leert te gaan verweven of toepassen in één opdracht.
Dus voorbeelden van deze vakken, van dit vak is bijvoorbeeld het vak G-Case Pro of geïntegreerde casus en projectmanagement. En ik zal daar kort, zien we het vakkenoverzicht en kom ik er zo nog even op terug. Dus het is een oefening, hè? Dus je oefent tijdens de opleiding al op die skills die je later, die geïntegreerde vaardigheden die je later in je carrière ook zal nodig hebben. En uiteraard, het is een master. En bij een master is er behoorlijk wat aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Hè. Dus je leert ook de nodige academische skills in deze master. En dat kan van in vakken, maar ook zeker en vast tijdens de masterproef. Voilà. Je mag ook gerust vragen nog stellen in de chat, indien er iets onduidelijk is. Zover hoor ik niets, dus ik ga verder met de presentatie. En dan wordt de vraag gesteld, voor wie is deze opleiding nu geschikt? En er staat nu een schemaatje. Daarbij moet ik even de vraag stellen aan jullie. Zijn er kandidaten in de sessie aanwezig die op dit moment een professionele bachelor studeren of reeds het diploma behaald hebben? Dan geef ik daar een beetje meer aandacht aan. Oké, Annelies reageert en Rob ook. Oké, perfect. Dat is duidelijk. Dan hiermee. Hè. Dus, er zijn verschillende mogelijkheden om in te stromen in de master milieuwetenschap. Laten we even starten aan de linkerzijde van de figuur met een studenten die momenteel aan de hogeschool studeren of reeds recent een professionele bachelor behaald hebben. Met deze professionele bachelor kan je niet rechtstreeks instromen in de master milieuwetenschap. Je zal eerst een schakelprogramma moeten volgen van 60 studiepunten. En in dat schakelprogramma, ik kom er zo op terug, maar het is vooral bijspijkeren van onderzoeksvaardigheden. Oké? Dus dat is het eerste traject. Het tweede traject is, je hebt reeds gestudeerd aan de universiteit en je hebt een academische bachelor behaald of een master. Een master kan ook uiteraard. En zit je master in de lijst waarbij je rechtstreeks kan toestromen, je bachelor of je master in het domein waarmee je rechtstreeks kan toestromen in de master milieuwetenschap, dan mag je direct starten. Zit je master of bachelor, eerder behaalde bachelor, niet in die lijst, dan moet je een dossier indienen en dan wordt op basis van de vakken die je eerder gevolgd hebt bekeken of je een, al dan niet een voorbereidingsprogramma moet volgen en welke vakken dit dan, zo ja, welke vakken dit dan juist zijn. Dus dan kan je ook nog altijd instromen, maar mogelijk moet je dan een voorbereidingsprogramma volgen. Verder op deze slide zie je ook dat je na de master milieuwetenschap bij het IMDO nog verschillende vervolgopleidingen kan volgen. Dat is misschien nu nog ver weg, hè, maar er zijn ook studenten die nog bij ons blijven voor een master na master over water of een postgraduaat over energie en klimaat of die verder willen gaan met onderzoek en die gaan een doctoraat opmaken in de milieuwetenschap. Oké. Ik kijk hier eerst even naar welke bachelors en masters mogen rechtstreeks instromen. Hè. Dus het gaat over die rechtengroep die reeds gestudeerd heeft aan de universiteit. En dus hierbij zie je dat als je reeds een bachelor of een master behaalde in de domeinen wetenschappen, sociale en politieke wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, geneeskunde of farmacie en biomedische wetenschappen, mag je rechtstreeks instromen. Heb je toch nog een ander diploma behaald? Dan mag je bij onze studietrajectbegeleider een dossier indienen en zullen we op basis van de vakken bekijken
of je al dan niet een voorbereidingsprogramma moet volgen en zo ja, welke vakken dan ontbreken in jouw voorkennis. Hè? Welke kennis even bijgespijkerd moet worden. Het schakelprogramma is voor die linkergroep, hè, dus die studenten zoals een aantal aanwezig in de sessie op dit moment. Jullie hebben een, op dit moment een, of jullie volgen op dit moment een bachelor aan de hogeschool, een professionele bachelor. Oké, dat schakelprogramma Milieuwetenschap is 60 studiepunten. Dat wil zeggen, je zal een volledig jaar moeten voorbereiden om, om de master Milieuwetenschap te mogen volgen. De vakken die je zal volgen zijn eerder algemeen vormend. Zodra komen een aantal voorbeelden. En er wordt sterke nadruk gelegd op die wetenschappelijke onderzoeksmethode. Met name in de vakken, maar ook in de schakelscriptie die je zal uitvoeren. Het is kennisopbouw dat je doet en eerder theoretisch georiënteerd. Zo, hier een aantal voorbeelden voor rechtstreekse toegang tot die professionele bachelor zijn de agro- en biotechnologie. Excuseer, ik versprak mij. Ik bedoel natuurlijk studenten met een professionele bachelor die rechtstreeks kunnen instromen naar het schakelprogramma Milieuwetenschap. Het zijn studenten die reeds een diploma behaald hebben in agro- en biotechnologie. Chemie, milieumanagement, integrale veiligheid, sociaal werk, onderwijs of secundair onderwijs. Er zijn er natuurlijk ook andere die niet in deze lijst staan. Dus opnieuw, vergelijkbaar met die academische bachelors, kan je altijd een dossier, dus laat je niet ontmoedigen, je kan altijd een dossier indienen bij onze studietrajectbegeleider via de helpdesk. En dan gaat dat beoordeeld worden. Gaan we kijken wat je gevolgd hebt en of je en eventueel kan er ook zelf een intakegesprek gebeuren. En dan bekijken we in detail hoe jij best kan instromen. Oké. Dan een figuur van de inschrijvingen in de Master Milieuwetenschap. Kijk even met mij mee. De blauwe balkjes zijn het totaal aantal inschrijvingen voor een specifiek academiejaar. Je ziet dat het momenteel opgemaakt is, maar tot 2018-2019. De meest recente cijfers zijn hier niet aan toegevoegd. Het bruine balkje geeft aan welke ingeschreven zijn voor een academiejaar om het diploma te halen. En de grijze zijn het aantal geslaagden. Nu zie je dat daar het aantal studenten wel wat fluctueert. Een ruim 10 jaar geleden waren er niet zoveel studenten. En dan hebben we toch een stijging gekend naar tussen de 60 tot 80 studenten. En momenteel in de laatste 2 academiejaar zitten we toch ook zeker aan die daling. Dus we zitten met een redelijk grote groep studenten die de Master Milieuwetenschap volgen. En dan kan je misschien ongerust worden omdat je denkt, ach, als ik nu dat blauw balkje vergelijk met het aantal geslaagden, oei, bijvoorbeeld in 2017-18 staan er hier 67 ingeschreven, maar 26 haalden een diploma. Oei, oei, dat gaat niet goed. Veel mensen slagen erin. Dat is niet correct. Hè? Dus ik wil er even op extra verduidelijken. Je moet het bruine balkje vergelijken met het grijze balkje. Dus in 2017-18 hebben 26 van de 38 studenten die een diploma konden behalen, ook het behaald. De blauwe balkje zijn het totaal aantal inschrijvingen, maar daar zitten ook een aantal deeltijdse studenten bij. We hebben, zoals ik eerder heb gezegd, we hebben een redelijk aantal werkstudenten. Of studenten, dus die kunnen hun diploma pas behalen. Zij spreiden over verschillende jaren en ze kunnen natuurlijk pas het diploma behalen wanneer ze alle credits verworven hebben. Zo zijn er ook bijvoorbeeld studenten die ook combinaties maken van opleidingen. Die zitten ook mee in het blauwe balkje.
die bijvoorbeeld combineren nog een eerdere opleiding, nog enkele vakken met de master milieuwetenschap of het schakelprogramma al met enkele vakken van de master. Dit is allemaal mogelijk. En dat is ook de studietrajectbegeleider die je daarbij adviseert. Dus laat je vooral niet afschrikken. Weet hierbij vooral dat er behoorlijk wat studenten in de master zitten, dat dat tussen de 60 en de 80 zal fluctueren. Het schakelprogramma zien we een gelijkaardige figuur, waarbij het paars-blauwe balkje het aantal inschrijvingen zijn. De rode kunnen het diploma behalen in het specifieke academiejaar en de groene zijn het aantal geslaagden. Hier eigenlijk hetzelfde verhaal, maar het aantal studenten in het schakelprogramma is iets lager dan in de master. Ongeveer de helft, een veertigtal, 30 à 40-tal studenten volgen het schakelprogramma. Dan gaan we het programma zelf even in detail bekijken. Ik start met het schakelprogramma. Dus zoals eerder gezegd, zal je voor 60 studiepunten aan vakken moeten opnemen gedurende één academiejaar. En die vakken die kunnen we in vier onderdelen verdelen. Het eerste zijn die wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Hè. Dat had ik al eerder aangekaart. Vermits dat jullie de stap maken van de hogeschool naar de universiteit, is het voor ons erg belangrijk dat je die onderzoeksvaardigheden nog een niveautje hoger tilt. En bij die wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden zijn er vier typen vakken, gaande van statistiek tot wetenschappelijk rapporteren. En uit elk van die vier moet je één vak nemen uit de lijst. Hè. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Die kan je op de website terugvinden onder het schakelprogramma. Maar weet dat je van één vak uit elk van deze types moet nemen. En dus dat zijn die basisvaardigheden die je gaat ontwikkelen voor 21 studiepunten. Vervolgens moet je milieugerelateerde keuzevakken gaan nemen. En dat voor 18 studiepunten. En hierbij is belangrijk dat je de helft daarvan, je moet er 18 in totaal nemen, maar dat je daar minstens 9 vakken uit een ander studiegebied neemt dan dat je eerder gevolgd hebt. Bijvoorbeeld, heb je eerst, ik geef nu maar een voorbeeld, biotechnologie gestudeerd, een professionele bachelor biotechnologie, ja, dan moet je minstens 9 studiepunten uit die sociaal-wetenschappelijke cluster nemen. Hè. En het omgekeerde verhaal voor een andere voorbeeld natuurlijk. Dus ook op de website kan je daar een uitgebreid lijstje vinden van vakken waaruit je kan kiezen. Vervolgens zijn er verbredende vakken waarvan je 12 studiepunten moet opnemen. En die worden onderverdeeld in een aantal filosofievakken en duurzame ontwikkelingvakken. En daar zitten bijvoorbeeld ook de korfvakken bij die de Universiteit Antwerpen aanbiedt voor alle bachelorstudenten. Met als voordeel van deze korfvakken is dat ze altijd opgenomen worden. En er zijn er een heel aandeel, bijvoorbeeld klimaatverandering is er één dat daarbij zit, maar ook duurzaamheid. Ten slotte ga je schakelprogramma afwerken met een schakelscriptie van 9 studiepunten. En dat is eigenlijk een klein onderzoekswerk waarvoor je een scriptie uitwerkt, maar daarover later op een volgende slide meer. Dan de opleidingsonderdelen voor de Master Milieuwetenschap. Ze staan samengevat in volgende slide. Je ziet hier dat er opnieuw 60 studiepunten moeten opgenomen worden voor de master.
een uitzondering is als je ook het attest milieucoördinator A moet nemen, hè, dan worden dat 66 studiepunten, maar daar kom ik zo op terug. Ik ga eerst even de vakken van de master toelichten. Dus 60 studiepunten, dat is één academiejaar. Maar ben je aan het werk of combineer je vakken, dan kan je ook die opleiding weer gaan spreiden over twee of meer academiejaren. En dan kan je bespreken wat het beste voor jou is samen met de studietrajectbegeleider. Er zijn 33 studiepunten aan verplichte vakken. En die verplichte vakken kunnen we in drie clusters onderverdelen. Enerzijds natuurwetenschappelijk. Anderzijds beleidswetenschappelijk, de sociale wetenschappen zitten hierbij onder andere. En ten derde, die geïntegreerde, wat we noemen geïntegreerde analyse en beheer. Dat zijn die vakken die ik daarnet heb vermeld, waarbij je die geïntegreerde skills gaat oefenen. Hè? Dus waarbij je die kennis en skills uit verschillende disciplines gaat toepassen. Gaat leren toepassen. Oké, ik ga ze niet allemaal aanhalen, maar ik ga een aantal voorbeeldjes uithalen. Bijvoorbeeld biosfeer is een vak dat gedoseerd wordt door docenten uit de bio-ingenieurswetenschappen en de biologie. Environmental health, de natuurwetenschappelijke cluster, daar zitten we bij gezondheidswetenschappen. Dat is een vak in het Engels en dat is, dat zijn docenten met een biomedische achtergrond. Bij de beleidswetenschappelijke analyse zie je natuurlijk milieurecht en economie. Hè. Dus daar zie je ook die verschillende disciplines duidelijk aan bod komen. En bij de geïntegreerde analyse zie je daar bijvoorbeeld dat je methoden en technieken leert voor interdisciplinair onderzoek te gaan verrichten. En zie je ook het vak dat Ilse en ik geven in de master, de G-case of geïntegreerde casus en projectmanagement. Vervolgens, hoofdzakelijk in het tweede semester, heb je keuze voor 12 studiepunten. Die verplichte basismodules bevinden zich voornamelijk in semester 1, maar ook enkele in semester 2. En dan die keuzevakken voor 12 studiepunten hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in semester 2. En daar opnieuw zie je dat er verschillende thema's zijn die je kan kiezen. Ik ga ze niet allemaal, ik ga niet alle vakken overlopen, maar ik ga even de thema's overlopen. Je ziet milieu en ruimte. Daar zijn vakken die onder andere aangeboden worden vanuit de ontwerp. Het planningssysteem bijvoorbeeld is vanuit ontwerpwetenschappen dat het de docent afkomstig is. Milieu en gezondheid, milieu en bedrijf. Die geïntegreerde milieuthema's, dus als je daar geboeid door bent, kan je daar nog verder in verdiepen. Met betrekking bijvoorbeeld tot water, Europa en milieu. Als je geboeid bent, bijvoorbeeld wat ik net aanhaalde, door die EU Green Deal en wat het allemaal inhoudt, ja, dan is dat een vak zeker voor jou. En dan kan je ook nog verder gaan verdiepen in een extra vak, rond duurzame ontwikkeling. De master ga je afsluiten met een masterproef van 15 studiepunten. En daar kom ik zodra op terug, want ik heb daar nog een extra slide voor. Oké, ik ga het eerst nog even hebben over de milieucoördinator. Want je kan tegelijkertijd dat je diploma master milieuwetenschap wil behalen, ook inzetten op een extra attest. En dat is het attest voor milieucoördinator A. Ja, dus dan verwerf je beide, hè, dus het masterdiploma en het attest, in één academiejaar. Het traject voor milieucoördinator A bedraagt wel 66 studiepunten. Dus je moet nog 6 studiepunten extra gaan opnemen in dit academiejaar. Dat is eigenlijk het maximum pakket dat mogelijk is binnen één academiejaar.
En je hebt veel minder keuzemogelijkheden. Dus het traject milieucoördinator, ja, om milieucoördinator de job later uit te oefenen, zijn er een aantal vereisten die dat de overheid stelt. En voor kennis die je moet verworven hebben, vandaar dat je binnen dus de verplichte basismodules zijn hetzelfde voor 33 studiepunten, maar die keuzevakken die je. Ik ga even naar de vorige slide terug, dan zie je het. Hè, je had voor 12 studiepunten keuze, die heb je nu niet. Dat worden 18 studiepunten die vastliggen, de volgende vakken op de slide. Dus dan ben je verplicht om die vakken die worden weergegeven, zoals milieueffectrapportage, maar ook bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorgsystemen bijvoorbeeld, ben je verplicht om die op te nemen. De masterproef blijft opnieuw ook voor 15 studiepunten en het principe blijft hetzelfde als je enkel de master milieuwetenschap volgt. Dus extra 6 studiepunten. En die worden gevormd door 18 voor 18 studiepunten verplichte vakken. Oké, nog even kort over de masterproef. De masterproef in de Master Milieuwetenschap gaat altijd over een milieuvraagstuk, uiteraard. Maar het kan een heel brede benadering zijn. En wat belangrijk erbij is, dat je het interdisciplinair gaat benaderen. Bijvoorbeeld, wat specifiek voor deze masterproef is, dat je in je tekst ook een interdisciplinaire reflectie zal uitwerken. Ja, waarbij je dus je milieuvraagstuk, interdisciplinair en wetenschappelijk zal kaderen. Verder, om die interdisciplinariteit te gaan bevorderen, zorgen we voor 2 seminaries. Eén in het begin van het semester, in het eerste semester, en een tweede in semester 2. En de bedoeling van die seminaries is, in het eerste semester zal jij je onderwerp moeten voorstellen aan je collega-studenten, waarbij je dus ook je collega-studenten informeert over het thema en je vragen aan elkaar kunt stellen. En dus je informeert elkaar. Het tweede seminarie zal je een extra rol moeten opnemen, namelijk die van een critical friend. En dat wil zeggen dat je de draftversie, dus de eerste versie van de thesis van een andere student zal nalezen en feedback bezorgen tijdens het seminarie. Dus zodoende ga je ook verbreden, want je leert natuurlijk niet enkel over de inhoudelijke topic van jouw thesis, maar ook de thesis van een medestudent. Het verloop van de masterproef, dat heb ik misschien overgeslagen, is dat je eigenlijk heel vroeg start met de keuze van je milieuvraagstuk. De docenten bieden een aantal onderwerpen aan. Er is een hele lijst van onderwerpen beschikbaar waaruit je kan kiezen. Dat zijn onderwerpen door alle betrokken docenten in de master. Dus die kunnen gaan vanuit docenten die verbonden zijn met vanuit departement biologie, maar ook vanuit sociale wetenschappen of ontwerpwetenschappen, ingenieurswetenschappen. En er is een hele waaier aan thema's beschikbaar. En verschillende insteken ook in die thema's uiteraard. Maar wat je ook kan doen, is dat je zelf op zoek gaat naar een eigen onderwerp. Dat kan zijn, bijvoorbeeld, je bent reeds aan het werk en je wilt daar een link mee hebben in het onderwerp. Weet dan wel dat je zelf een promotor zal moeten vinden en dat een academische promotor steeds noodzakelijk is, hè. Dus dat is een must. En een andere mogelijkheid is dat je zelf op zoek gaat, bijvoorbeeld bij thema's die aangeboden worden in de wetenschapswinkel.
En dat zijn vaak thema's door externe partijen. Ik denk bijvoorbeeld aan Bond Beter Leefmilieu. Zij bieden een aantal onderwerpen aan. En de wetenschapswinkel ga je dan helpen om een promotor te vinden die dat onderwerp mee kan begeleiden. Dus zeker ook een interessante bron om te gaan kijken naar een onderwerp. Dus je kiest dan het onderwerp in het eerste semester. Begin van het eerste semester worden die onderwerpen aangeboden. Je moet het tegen november kiezen. Vervolgens moet je een onderzoeksplan uitwerken nog in het eerste semester. En heb je dat eerste seminarie waarin je je thesis en je onderzoeksplan voorstelt. In het tweede semester ga je verder met je onderzoek, werk je het uit. En kan je, ja, heb je het tweede seminarie dat je volgt en kan je ofwel indienen voor zit 1, dat is dan voor de examenperiode in juni, ofwel zit 2, de examenperiode augustus, september. Werk je thesis in 1 jaar af. Het docentenkorps is interdisciplinair. Ik denk dat ik daar al een heel aantal voorbeelden van gegeven heb. Dus uit die verschillende domeinen en wetenschapsgebieden. Ik denk dat ik daar de meeste voorbeelden al heb aangehaald. Maar wat misschien nog ontbreekt is bijvoorbeeld een docent uit letteren en wijsbegeerte of iemand uit het Instituut voor Onderzoeksbeleid en Beheer. Daar zijn er ook docenten verbonden. En wat we ook hebben en waar we heel veel, eigenlijk heel veel belang aan hechten, is dat we met gastdocenten werken in verschillende vakken. En dat kan uit wetenschappelijke instituten zijn. Denk bijvoorbeeld aan Vlaamse Milieumaatschappijen, VMM bijvoorbeeld. Maar of kan ook iemand zijn uit het werkveld. En waarom doen we dat? Uiteraard omdat de inhoud van de vakken en de opleiding die we aanbieden, dat die heel sterk aansluit bij de noden van het werkveld. Dus het onderwerp van het onderwijs in deze master is, en daar zie je een aantal kenmerken opgelijst staan in de slide. Ik kan er nog even kort over gaan, want ik denk dat ik het meeste al gezegd heb. Hè. Dus we hebben gezegd dat er verschillende type werkvormen aan bod komen, gaande van een... Ja, we hebben gewone hoorcolleges en een examen, maar er zijn ook heel veel meer atypische werkvormen waarbij je zelf aan de slag gaat. Bijvoorbeeld bij GK's in groep aan werken aan een groepsopdracht, aan een casus, aan een paper. Dus er is een heel divers aantal werkvormen. En als je daar meer over wil weten, kan je altijd de vakken bekijken en onder elke vakinhoud staat beschreven, bij elke vakbeschrijving staat naast de vakinhoud ook de werkvorm beschreven. Daar kan je daar ook op de website meer over te weten komen. We hebben aandacht voor werkstudenten. Ik kom daar volgens mij in een volgende slide nog even op terug. Het is projectgestuurd, probleemoplossend werken aan actuele milieuvraagstukken. Dat is het casuswerk bijvoorbeeld. Bij de GK's is het, het zijn steeds realistische casussen die heel dicht bij de realiteit. Hè. Dus wat je gaat, die papers of die casussen die je gaat uitwerken, sluiten heel sterk aan bij de realiteit en de job die je later zal uitvoeren. Geïntegreerd en vanuit verschillende disciplines. Ik denk dat dat nu ondertussen wel duidelijk is. En dan wetenschappelijk. Het is altijd gebaseerd op recente academische wetenschappelijke kennis. En er zijn gastdocenten en onderzoekers uit het werkveld, heb ik ook toegelicht. En in een aantal vakken zal je ook excursies hebben en bedrijfsbezoeken. Labowerk komt bijna of veel minder aan bod.
Innovatief. Ik heb het misschien net al even kort aangehaald, maar we kunnen toch wel zeggen dat de lesvormen die we aanbieden minder gangbaar zijn en dat die erg innovatief zijn in de manier dat we jullie kennis gaan verwerken. Het voorbeeldje hier dat gegeven wordt zijn twee vakken waar ik dan ook zelf bij betrokken ben, namelijk G-Case en River 21. Bij de G-Case hebben we eigenlijk niet het... Dus een typisch vak zou je denken is het opgebouwd met hoorcolleges en vervolgens doe je een mondeling of een schriftelijk examen. Bij de G-Case is bijvoorbeeld, en ook River 21 is iets totaal verschillend daarvan. We gaan natuurlijk... worden er enkele lessen door de docenten gegeven, maar er zijn ook verschillende lessen die door gastdocenten gegeven worden, waarbij je door de actoren die uit de samenleving, dus die actief zijn in de casus, meer het onderwerp gaan toelichten. Bijvoorbeeld bij G-Case ga je werken over de linkerscheldeoever als casus. En bij River 21 is dat het volledige stroomgebied van de Schelde. Dus daar ga je verschillende actoren... Bijvoorbeeld, wat zijn dan actoren? Dat is iemand die professioneel bezig is rond die casus. Bijvoorbeeld zal je... voor G-Case iemand over landbouw horen spreken die werkt voor de Boerenbond. Je zal iemand over natuur in de linkerschelde over horen spreken die werkt bij ANB bijvoorbeeld. Je zal iemand over de havenactiviteiten horen spreken die werkt bij de haven van Antwerpen bijvoorbeeld. Dus zo leer je van die gastdocenten heel direct de actualiteit en de problematiek verbonden met die casus. En bij de G-case zal je vervolgens eerst een individuele paper moeten opmaken rond een milieuprobleem in het studiegebied. En in een tweede fase in groep maak je een beleidsplan op... samen met je groepsgenoten die rond hetzelfde thema gewerkt hebben. Voor River 21 bijvoorbeeld gaan we een week op stap in het studiegebied van, dus het stroomgebied van de Schelde, gaande van Noord-Frankrijk tot net in Nederland. Gaan we verschillende excursies doen en tussen die excursies hoor je ook die verschillende actoren, krijg je daar gastlezingen van. En in een tweede week moet je in groep een groepspresentatie uitwerken. Waarbij je een visie rond waterbeheer over het Scheldegebied zal ontwikkelen. Dus dat zijn die zeer... dat zijn eigenlijk een beetje de paradepaardjes van Indo qua lesvormen en qua aanpak voor het leren van die milieuproblemen. Internationaal, je kan ook in deze master op Erasmus gaan, maar enkel in het tweede semester. Mogelijke bestemmingen staan hier opgelijst. En volgens mij kun je meer informatie ook vinden op de helpdesk daarvoor, maar als het zover is, in het tweede, als je gestart bent met de master, kan je ook via onze facultaire administratie ook meer informatie bekomen over waar je juist op Erasmus moet gaan en hoe je dit dan juist moet aanvragen en wat de juiste timing is. Nog even over werken en studeren. Ik had er net al gezegd, er is een aandacht voor die werkstudenten. Maar we moeten toch ook wel attent zijn, alert zijn dat vol plus vol te vol is als je werken en studeren combineert. Zeker omdat in deze master de vakken hoofdzakelijk in dagonderwijs gegeven worden. En dus wat zijn dan de mogelijkheden als je aan het werk bent?
dat je deeltijds gaat studeren, hè, dus de opleiding gaat spreiden over 2 of meer jaar in functie wat voor jou mogelijk is. Je kan ook een erkend statuut aanvragen als werkstudent. Hiervoor kan je meer informatie vinden bij het Centrum West. Hè. Maar als je daarvoor erkend bent, kan je ook extra faciliteiten krijgen. Bijvoorbeeld voor sommige vakken word je dan vrijgesteld voor verplichte lessen. Of bijvoorbeeld kan je voor een groepswerk ingedeeld worden met alleen werkstudenten. Maar je moet wel erkend zijn hiervoor. Bij het schakelprogramma zijn er ook faciliteiten specifiek voor werkstudenten. En dat zijn specifieke vakken die dan wel in avondonderwijs worden aangeboden. En die enkel toegankelijk zijn voor die erkende werkstudenten. De toekomstmogelijkheden, hè, dus dat heb ik even al kort gezegd. Je kan ook nog even bij ons blijven, bij het IMDO, voor nog een tweede opleiding. Of je, als je echt geboeid bent door het onderzoek, kan je een doctoraat opmaken. Dan gaan we even kijken in dit taartdiagram waar onze alumni te werk gesteld zijn. En dat is op basis van data uit 2014. En elk stukje van de taart komt overeen met een sector waar onze alumni aan het werk zijn. En dan kan je zien dat ongeveer ruim 20% werkzaam is bij de universiteit. Zou bijvoorbeeld kunnen zijn als doctoraatstudent, maar ook als stafmedewerker is dat mogelijk uiteraard. Een kleine 20% is aan de slag bij een overheidsinstelling. Dan kijk je even naar het paarse taartstuk van ongeveer 14%. Dat is bij de lokale overheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gemeentebesturen. Daar is ook een deel van de alumni te werk. En dan zie je het grijze balkje. Het grijze taartstuk, het groene en het oranje is allemaal de privésector. Voor ruim ongeveer 30% allemaal tezamen. En daarbij zien we dat de alumni werken bij kleine of middelgrote ondernemingen. Maar ook eventueel bij grotere bedrijven of zelfs multinationals. En dat kan zowel in het buitenland zijn of een bedrijf dat ook buitenlandse, in België gevestigd heeft, maar buitenlandse afdelingen. Slechts een klein percentage, een 2,4% van de alumni komt in het onderwijs terecht na hun studie. En als we dan kijken welke functies verrichten de alumni, dan gaf 23. Kleine 24% aan dat ze onderzoek verrichten. Dat kan uiteraard op een universiteit zijn, maar dat kan ook bij een wetenschappelijke instelling, een Vlaamse of een federale zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat zou kunnen. Het kan een beleids- of een managementfunctie zijn in een bedrijf. Kunnen administratieve taken zijn. Denk daarbij bij een lokale overheid waarbij dat er milieuvergunningen moeten uitgekend worden. En dat is dan een functie van milieuambtenaar bijvoorbeeld. Externe advisering, dat zijn alumni die vastwerken in een adviesbureau, een consultancybedrijf, zoals er zijn er verschillende die actief zijn in de milieusector. En dan in mindere mate zijn ze ook verantwoordelijk voor het geven van onderwijs of vorming. En anderen wil zeggen dat dat taken zijn die niet in een van deze categorieën onder te verdelen waren. Oké, en hoe gaat het dan met het werk vinden na het afstuderen? Ja, dat ziet er eigenlijk heel veelbelovend uit.
waarbij dat er iets ruim 11% al werk had voor afstuderen. Ja, dat is logisch, want we zitten met een grote populatie werkstudenten die de opleiding volgt, dus die hadden natuurlijk al werk. Daarbij kon, daarin boven kon 18% onmiddellijk starten nadat ze de opleiding voltooid hadden. En nog eens 25% had binnen de 3 maanden werk. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk meer dan 50% van de alumni al aan de slag is binnen de 3 maanden. Oké, daar komt dan nog eens 30%. Ja, dus bijna 80% is binnen 1 jaar aan het werk. Dus dat zijn goede cijfers. Als je de master milieuwetenschap volgt, van vind je toch wel snel werk. Want je ziet ook dat bijna een kleine 14% nog beslist heeft om verder te studeren. Dat kan bij het IMDO zijn, dat kan het doctoraat zijn. Maar dat kan evengoed nog een andere opleiding zijn bij een andere instelling uiteraard. Oké. Ik ga hierbij mijn presentatie afsluiten. Ik heb nog enkele filmpjes die getoond kunnen worden, maar ik ga dat achteraf doen als er nog interesse voor is of tijd. En ik wil eerst ruimte geven voor het stellen van vragen. Dus ik wil je alvast bedanken voor de aandacht tijdens deze presentatie. En ik stop alvast ook de opname.